Hallo mensen, hallo. Welkom bij deze hele nieuwe spiksplinternieuwe vlog vanaf Centerparks Bispringenheide. En het wordt vandaag een zwemvlog. Een zwemvlog. En van deze hier, de Aquamundo, zoals je daar ziet. En het is dit helemaal vernieuwd. Kijk eens. En binnen staat ons ook nog een nieuwe glijbaan te wachten, heb ik begrepen. Ja, we hebben hem nog niet gezien. Maar nee, en ik hoop, een kijkje nemen. Ik hoop dat die werkt. Niet dat we weer hetzelfde probleem hebben als laatst een keertje in juni bij een andere Aquamundo. Ik hoop het niet. Maar wij gaan zo naar binnen toe, maar ik wil jullie dit even laten zien zo. Kijk. Is het niet schitterend? Helemaal vernieuwd. Nou ja, de poortjes misschien niet, maar dat is bijzaak. Zo. Nou, Chris. Ja? Dit hebben ze gezien. Nu wordt het tijd om onze GoPro te pakken en naar binnen te gaan. Ja. Dus, we doen het. Dan zien we jullie binnen wel. Als duimpje omhoog. Oh ja, tuurlijk. Duimpjes omhoog. En we zien jullie zo terug. Zo, welkom bij de vernieuwde lokkers en kledenruimtes. Zullen we even een hokje zoeken? Nieuwe lokkers. En ik ben wat vergeten, want ik heb de tas nog om. Openmaken, wil je de lokker open doen voor mij? Ja. Niks, geen warme muntjes. Nee, geen muntjes, niks. Gewoon armbandjes voor het dicht. Hoppakee, tot in het bad. Nou, de douchegrot die doet het niet, is een storingje. Nou ja, maakt niet uit. Maskenfleet. Oké, die ben ik vergeten. Nee, ik zag ook niemand meer met maskers. Nou, welkom in het Aquamundo van Centerparks Bispringenheide. Ik weet niet wat ik al zeggen, maar ik wou iets. Ik had het versproken. Wij gaan snel het water in. Lekker warm worden. Wat mij wel opvalt hier. Bomen hier, Chris. Moet je zien, hè. Kijk dan, die grote palm hier boven ons zo. Ja. Ik zie een stroomversnelling. Zullen we gaan? Door de grotten heen. Ga mee? Ja, ik doe het. Goh. Jij wel? Nou, vroeger kwam hier waarschijnlijk wel water uit. Was het niet zo'n mistgrot of zo? Zo'n mist of zo. Maar wegens, pas op je hoofd, wegens legionella zou dat wel niet meer mogen, denk ik. Dat vermoed ik. Nou, hebben we hier een stroomversnelling door. Dit is de echte stroomversnelling. Kijk, we worden gefilmd. Ja, hij is heel mooi verlicht. Nee, ik heb ook zo'n idee dat hij het niet doet. Dan moeten we zelf zwemmen. Kijk, hier heb je nog zo'n knuffeldrot. Oh, ja. Ja, ik weet ook niet waar we nou zitten, maar volgens mij zijn we de stroomversnelling al voorbij. Moet je vooraan de rondjes blijven draaien. Ja, hier zitten we nu aan het einde. Hier is het einde. Nee. Wij kunnen weer terug. Kijk, we hebben hier net die afslag genomen, deze. En hier. Maar we moeten deze, dan gaat de grondversnelling weer verder. Maar volgens mij is het wel heel slow nou vandaag. Maar met het water en die verlichting, moet je zien wat dat mooi beeldje oplevert. Mooi, hè? Mooi beeldje, mooi beeld. Mooie beelden. Mooie beelden. En ik vind het wel een mooi gemaakt zo allemaal. Heel mooi gemaakt. Ja. Ik heb de 2-persoonsband. Ja. Zo. Kijk eens wat een mooie trap er is. Hey, alles is vrij. Kijk mensen, aquaracen, daar gaan we dan. Wil jij voorop zitten, Chris? Ja.
Zit je? Oké. Okay. Ja. Actioncams niet toegestaan in deze vrijbaan. Mm-hmm. Maar we hebben er een speciale toestemming voor. En ook gekregen. Dus wij gaan snel weer verder. We vertellen aan het eind wel meer erover. En zo loop je ook naar buiten. Kijk, we genieten ook nog even van de golven. Dus dat moet je natuurlijk ook uitdagen. Hé hey Chris, ik kijk net, we genieten even van de golfjes. Ja. Lekker. Ja, zeker. En kijk eens mij zo mooi hier. Kijk, de laatste keer dat wij op video maken hadden we er nooit over gesproken. We hadden alleen de beelden laten zien. Ja. En nou kunnen we gewoon erover praten hoe het eruit ziet. Maar ik heb ook zin in de wildwaterbaan. Gaan we die doen? Ja. Wildwaterbaan, hij komt er nu aan. Als we er naartoe gaan, we gaan naar de wildwaterbaan. Nee. Voor de aller kleintjes hebben we ook nog dit. Ja, voor de aller kleintjes buiten dat drakending na, is er ook nog dit hier. Ja. Pierenbadje noemen we dat de vroeger. Pierenbadje. Hij is koud. Maar ja, het waren vroeger wel knuffelmuren. Serieus. Dit hier vind ik wel nog heel mooi. Mooi, hè? Mooi hier. Ja. En dan naar die wildwaterbaan, want die ben ik nog steeds aan het zoeken. We komen eraan. Oké, we gaan. We zijn er. Die wildwaterroetje. Wildwaterslide. Ja. Nou Chris, hier, kijk eens. Ja. Wildwaterbaan. Daar ben jij hier zo. Dat is wat wildwaterroetje. Ja. Nou, dat is dan het buitenbad. Daar komen we nu inderdaad. Kijk, maar ik ga nou deze kant op. Kan je mee? Ja. Gaat ie, ja? De eerste keer wildwaterbaan Bisschingerheide. Nou ja. Eerste keer deze vakantie. Zo, ik heb een fles water over me heen. Deze loopt wel lekker. Gaaf, hè?
Hij is best lang. Kijk, dit is nou van bovenaf zo. Oh. Zag je dat? Wow. Wow. Oh ja, een aanrijding. Oeh. Dan gaat hij hard, ja. Ja. Het leek zo heel langzaam op beeld, maar hij gaat hartstikke hard. De laatste stuk wel, ja. Ja, ik moest hem eigenlijk inhouden. Zo, en nou een glijbaantje. Die al eerder bestond. Ja, ook even doen natuurlijk. Niet iedereen doet die nog, maar ik doe hem wel. Kijk eens. Hier is hij. En aangezien ik de eerste ben, ga ik door. Ah, dit baantje. Nou, die kleine glijbaan, 35 meter. Deze, die gaan we dus nu doen. En hier krijg je wat mooi in overzicht zo van het kolenslagbad. Mooi. Heerlijk bad is dit. Rustig, niet druk. Ja, ik ben weer de eerste, dus ik mag wel weer door, hè. Tuurlijk mag dat. Wow. 35. Wow. En dat gaat snel. Heerlijk. Kijk dan, hoe mooi dat is. In die spiegeling zie je zo... Iedereen in het bad zit. En als wij zwaaien daar, zie je dat ook, dat boven de hoek daar. Ja, nee, ja. Ja, dat was even voor de film. Ik zeg, het zijn niet de mooiste golven. Eerlijk is eerlijk. De mooiste golven zijn toch van de haan. Nou, de haan en de hutte. Ze hebben wat mij, in mijn ogen de mooiste golven. Ja. Dat moet ik wel even zeggen. Deze is een beetje, ja, kijk, dat is het. Ja, het golft een beetje. En dat was het. Het wiebelt. Ja, het wiebelt. Ja, precies, het wiebelt. Nou ja, en als je dan kijkt, een beetje zo, zie je dat het overal zo is. En dat is dan waar je normaal wat eten kan bestellen, drinken kan bestellen. Dat is dit hier. En wij doen, omdat we het zo leuk vinden, nog een keer de glijbaan. De aquameter met de enkele banden dit keer. Ja. We hebben de dubbele gezien, nou de enkele. We gaan er weer in. Ben jij er klaar voor? Ja, dat is wel. Nee, dit is ingang-uitgang. Oh ja, ja, ja. Nou ja, kijk, dit zijn dan de banden. En dit is de uitgang, zo, uitgang daar. En nu gaan we deze pakken. Hoppa. Nog een keertje. En wat ik ook nog wil zeggen, het is trap hier. Mooi schoon. Ze maken het hier helemaal goed schoon. Nou, daar gaan we dan. Ja, dank je. Oh, super gaaf. Oh, net een super gaaf.
We doen hem gewoon nog een keer. Kijk, dan gaat die lamp aan daar. Dan gaat die lamp aan. Ja. Afwaar. Bonus ronde. Geef straks maar even wacht. Ik ga hier zitten. Ik ga hier rustig gaan zitten. Ja. Kom maar. Ja, nog gaat hij wel aan. Ja. Wat ik wel kan doen is kijken of ik eventjes nog bij die andere glijbaan kan komen. Wil je alleen komen? Ja, ik kan wel even alleen. Doei. 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 Nou, ik heb het gevonden. Dit is hem. Van deze kant. Oh, nee, maar ik ga wel weer naar binnen, want het is best koud. Kijk, hoe loopt hier dus. Over de wildwaterbaan. Dit is kijk. Dat is mooi, hè? Om even zo mee te pakken. In het donker. Want ik sta werkelijk in het donker hier. Kijk. Hoppa. Zo, en dan heb ik zo Chris weer teruggevonden. Ja, daar is Chris weer. Nou, het was maar een toertje. Hey Chris! Woei! Iedereen weggejaagd. Oh, geweldig. Duo race, hè? Ben je niet in de war met een ander baard? Hier hebben ze een aqua racer. Hier doen ze het nog het beste, hè? Ja, hier zie je het beste. Ja, zie je dat? Hier doen ze het nog het beste. Voilà. Nou, Aquamundo, Centerparks, Bispingen rijden. We zitten hier midden in de golven. Ja. Jeetje. En ik kwam op het idee, laat ik het de video afsluiten. Nou, duimpje omhoog. Doe alvast een duimpje omhoog, want ik wil eventjes nog de Aquaracer reviewen. Wat vond jij ervan, eerlijk? Aquaracer, ik vond hem leuk. Ja. Alleen. Toen ik de laatste keer eraf ging, ging er geen lamp aan. Oh. Toen was ik helemaal in het donker. Is ook wel apart. Dat is ook wel apart, ja. Ja. Maar goed, hij is leuk, hij is goed te doen. Hij is wel te doen, toch? Ja. Nou, ik vond hem ook helemaal leuk. Zowel met de 1-persoonsband, 2-persoonsband, voorop, ja. Achterop. We hebben verschillende posities ingenomen. Christus zag al een keer de camera vastgehouden voor 2-persoonsband. Dus ja, dat vond ik wel, ja. Ik vond hem leuk. Mooie baan, het gaat niet te snel, niet te langzaam. Het gaat eigenlijk precies goed. Alleen niet zonder band, dat mag ook hier. Zonder band. Ja, je mag ook zonder band, dat mag ook wel. Maar tenminste, dat zagen we heel veel doen, ik weet niet of het wel of niet mag. Ja, er werd niks van gezegd. Dus, nee, er werd niks van gezegd. Dus, het kon ook, maar ik zou het niet doen, want er loopt een soort heuveltje in. Waar je zo op hoop erop gaat, dus dat zou ik eigenlijk niet doen. Wildwaterbaan. Ja, was ook leuk. Goed te doen. Ja, die vond ik ook heel goed. Hij is lekker rustig en lekker naast zoals hij hem ja, hij is echt heel goed te doen. Lekker rustig, ja. Lekker ja, laatste stuk lekker wild. Hij gaat best wel, dan gaat hij even up tempo, zeg maar. Ja. Maar ja, wij willen wel iemand bedanken natuurlijk. Iemand. We willen het hele park bedanken. Het hele team, ja. Het hele team even bedanken. Want het is eigenlijk niet mogelijk om met de GoPro te filmen. Nee. Dat mag gewoon niet.
Dus dat willen we ook niet. En het mag niet, omdat ze zo min mogelijk mensen op beeld willen hebben. En er kunnen heel veel ongelukken gebeuren. Ja. Dus, maar ja, als je vraagt, kun je ook gebruiken. Ja, we hebben het gewoon gevraagd. We hebben dit toestemming gehad. We zijn 6 weken in de machinekamer geweest. Dus ja. Ben je het ook van plan om je GoPro te gebruiken? Vraag het eerst even aan ze. En dan krijgen we zelf wel een ja of een nee. Dat willen we even erbij zeggen, want het is niet gebruikelijk hier. Nee. Dus we mochten het vandaag doen, waarvoor onze dank. Ja, duimpjes omhoog. Nou ja, als je dan toch aan het liken bent, abonneer dan ook even. Het is gratis, hè? Ja. Het is gratis abonneren. Dat was ja. En misschien hebben jullie het al gezien, tegenwoordig plaatsen we een paar short video's, wat ook ideaal is. Ja. Die, nou ja, dat vinden we ook leuk om te doen. Ja. Ja. Dus, nou ja, misschien pak ik zo de telefoon en draai ik net even een short. Je weet het niet. Nou ja, maar goed, dat terzijde. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Duimpjes omhoog voor me weer abonneren. En dan sluiten we lekker af. Tot de volgende video. Doei. Doei. Ze gaan er weer uit. Spiegel. Ja, het kan van deze kant. Polsbandje eruit. Ja, groen. Zo. Voilà, kom, we gaan naar de bingo. Bingo? Ja.